Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplays, een nieuwe aflevering van Super Mario Galaxy. Ik ben Stefan van de Gaming Dutchman. Dat is Stefan van de Gaming Dutchman, misschien wil je ook nog wat? Wat? Ik wil je penis, man. Oké, ik ga denk de laatste level van de Freeze Flame Galaxy doen. Ik kan van mijn eigen Wii-ervaringen, deze game heb ik 5 jaar geleden gespeeld ofzo, herinneren dat dit laatste level best episch kan worden, dus ja, we gaan zien. Maar ja, goed, met jou erbij hè, wordt alles episch. Ja, ik ben een serpent. Ja, oké, dit ziet er wel uit als een interessant level als ik het zo zie. Niet al te lang, weet je. Het ziet er wel uit als gewoon een kort genotsleveltje, weet je wel. Oh, dit is echt een... Dit level ga jij nooit halen. Nou, Stefan, ik ben er dol op als mensen vertrouwen in betonen, dus... Thanks, bro. Ja, weet je, dit is een level, dan moet je zorgen dat je... op het ene moment een vuurbloemetje hebt en dan moet je... Of geen vuurbloem. En dan moet je wisselen naar zo'n ijsbloem, zeg maar, ja. Zeg maar, je moet meer dan anderhalf ding tegelijkertijd kunnen. Maar ik kan niet eens één ding tegelijk. Waarom? Dan hoor je niet eens het woord tegelijk gebruiken, want tegelijk betekent meer dan één ding, zeg maar, als je dingen doet. Precies, ja. Daar begint gedonder al. Wat de fuck moet ik doen? Ik denk dat ik het gehaald heb. Ja hoor, in één keer goed. Stefan, wat krijg ik van je als ik dit level in één keer haal? Nul keer dood! Een tongzoen? Oké, want ik heb echt nog geen enkel level in de afgelopen afleveringen gehaald zonder dood te gaan, zeg maar. Dus dit is wel een uitdaging, weet je? Ja, weet je ook niet? Iedereen houdt natuurlijk van een tongzoen van mij. Ik persoonlijk wel, ja. En stel je bent een meisje rond de 20 en hebt mooie stevige borsten, kan je wel gratis tongzoen krijgen, hoef je geen Mario Galaxy voor te doen. Waarom niet? Ik ben racistisch. Ja, sorry man, maar... Huh! Oh, dat ging net goed. Oké, nou is de vraag, zal Rick het halen zonder dood te gaan? Waarschijnlijk niet. Kijk de volgende keer weer naar Super Mario Galaxy! Woo! Oké, wat kan... waarschijnlijk moet ik hier aan die switch draaien, zie je. Nee, maar Rick, serieus stoppen, want dit heet geld hosselen. Wat? We gaan nu geld hosselen, weet je. Oh, je bedoelt, we maken gewoon afleveringen van 2 minuten en in plaats van 1 video per dag, 2 video's per dag van 15 minuten, doen we dan gewoon 10 video's per dag van 2 minuten, zoiets? Nee, gewoon elke dag nog steeds 2 video's, maar dan heb je meer content, kijken meer mensen, weet hoe het gaat. Want je bedoelt, als een video 2 minuten duurt, kunnen ze meer video's kijken. Ja. Doe je dat? Wat moet ik hier doen, Steven? Ik zie alleen maar een deur die open is. Waarschijnlijk als ik naar binnen spring, ben ik dood, dus... Ja, nee, loop maar. Ik geloof het echt niet, Steven. Ik ga echt dood. Lopen. Nee, ik wil die tongzoen van je! Lopen! Ik wil die tongzoen! Oké, als ik het fout heb, krijg je alsnog een tongzoen. Oké. Oh, wat mooi! Tjoh, mooi! Oh joh! Het kan omdat je zei dat die tongzoen alsnog kreeg, anders had ik het nooit gedaan, hoor. Oké. Oh, what the fuck! Dit is de reden waarom ik altijd dood ga! Dit is de reden! Wat de fuck gebeurt? Gewoon er doorheen, hè? Hoe moet ik nou weten dat het gebeurt? Ja, je kijkt ook helemaal niet! Ja, dus? Dat is niet mijn probleem. Oh, die kan waarschijnlijk niet lachen. Nee! Oh, nee! Nee! Kut! Dan kunnen ze hier nakomen. Ah, geen tongzoes voor jou, bro. Oh, kut. Jij moet ook meteen het hele level opnieuw doen, gelukkig. Nou, bijna het hele level. Gelukkig weet ik nu wel meteen waar ik heen moet. Tongzoentopia. Tongzoentopia? Ja, dat is een plek waar tongzoenen gewoon uitgedeeld worden aan iedereen. Dan gaan ze iets zeggen, Rick, je bent vies, je moet je tanden een keer poetsen. Ik wil niet met je tongen. Dan zeg ik altijd, nou man, doe die zo irritant. Snap je? Wat zegt je moeder, ga je tanden poetsen? Ja, anders wil ze niet tongen. Wat heb jij een preutse moeder, zeg tering. Ja, sorry, weet je, ik zeg ook dat we leven in de 21ste eeuw, yo. Ja, yo. Zo praat, hoe heet hij ook? Jesse. Bitch. Van Breaking Bad. Science. Oh nee. Oké, Stefan, ik heb ondertussen geleerd dat soms komt er zeg maar lava omhoog hier. Dat is niet, moet je niet instaan, dat doet auwie. Hey Rick, jij wordt ook met de dag slimmer. Dank je, net als Leidse onderwijsinstellingen, weet je wel. Nederland wordt steeds slimmer. Heb je VMBO gedaan of zo? Stefan, nog geen grap maken over VMBO, krijg weer problemen mee, gezeik. Gewoon een grap, maar ik heb ook VMBO gedaan. Oké, nee, dat mag het. Ik bedoel... Nee, ik zag laatst op Twitter namelijk dat een YouTuber er heel erg op gehaat. Omdat hij tegen iemand op Twitter zei van, iets VMBO. En toen werd hij heel boos. Ik ben dus niet aan het aanzetten tot haat. Ik moet alleen wat toegeven dat, zeg maar... Ik heb niks tegen mensen die VMBO doen op zich. Alleen het is vaak... Er staat altijd heel erg een stereotype omheen, weet je al. Dat VMBO's zijn altijd twee, de gemiddelde persoon die aan het roken is de hele dag. Die een dikke bontjas heeft. Kijk, dat soort mensen mag ik niet. Maar je hebt ook mensen als mijn broertje.
Dat is echt, dat is gewoon een jongen. Ik denk, een van de weinigen, ze zijn er, die gewoon VMBO deden omdat hij graag iets met zijn handen wou doen, weet je al. Aftrekken. Ja, ook, maar ook bijvoorbeeld gewoon in de schuur, weet je al. Die jongens zitten de hele dag in de schuur aan motortjes te sleutelen. Dat soort mensen heb je ook. Ja, precies. Maar heel weinig. Nou, dat had ik dus ook. Ik wil ook wel met mijn handen doen. Ik was goed met mijn handen. En nu veeg je anussen af eigenlijk. Precies. Dat is het, hè. Ja, dan weet je toch, van Stefan, als je dat met je hand wil doen, dan is het billen afvegen. Gaat nooit goed komen, Stefan, dit. Wel, het is heel makkelijk. Er zijn maar twee torches die je moet aansteken. En dit ding zegt bijna op! Oh, boy! Kijk dan, Stefan! Kijk. Kut leven. Maar je kan ook wel vanaf een afstandje schieten, toch? Jij kan dat, Rick. Ja, maar ik dacht, ik ga voor het zekere, weet je wel. Moet ik even heel erg opschieten, anders ga ik weer dood. Ja, nice. Het gaat als deze keer lukken hoor, jongens. Geen zorgen. Ongetwijfeld. Ongesteld. Wat? Ben je ongesteld? Ongetwijfeld. Weet je, ik ben 24 en nog nooit ongesteld geweest. Moet ik me zorgen maken, ja. Zullen we dat mailen naar zo'n... Oh, wauw. Naar zo'n meidenblad, weet je wel. We kunnen gewoon een keer samen een trollmailtje maken tijdens een Mario Galaxy aflevering voor bijvoorbeeld de girls. En dan moeten we eventjes onze vrouwelijke kijkers laten kijken of we er ook daadwerkelijk inkomen. Ja, maar dan moeten we eerst weten, nou, wat voor bladen onze kijkers kijken. Dat is waar, maar bijna ieder meisje heeft wel de girls, joh. Rick, schiet nice. En je gaat We hebben hem! Weet je, ik lees wel eens de girls in de mediatheek en zo, gewoon om te lollen, weet je. Want sommige dingen zijn zo grappig. Maar die vragen zijn altijd zo standaard. Er is altijd een vraag bij van, ik ben aangerand door familielid X. Zeg maar, dat is de winformule. Moet ik me zorgen maken dat ik zwanger ben? Hoe heb je seks? Hoe doe je dat nou? Dat is erg moeilijk. Heb je nog van die dingen zoals, ik had ook een keer, die was echt heel tof. Dat was, ja, mijn vriendje die is heel erg, heeft altijd ruzie met de buurjongen. En hij wil dan de buurjongen jaloers maken, dus dan moet ik hem aftrekken voor het raam. Ja. Heb je daar nog een mening van of zo? Vind je dat ook een doodnormale zaak? Nou, ik zit alleen te kijken dat je over het lava kan schaatsen met een ijsbloem, hè? Ja, vind ik een beetje raar. Dat het sneller gaat. Nou, ik heb natuurkunde, dus ik begrijp dat wel, weet je wel. Oh nee, pas op, Rick. Dus in het kader van tijd, weet je, ik wil niet bedweterig doen, maar... Maar, je weet niet zoveel. Als je gaat schaatsen, ben je sneller. Oh ja, dat is waar. Even mijn bloemetje refreshen dan maar. Nou goed, Het komt wel goed, ja, Stefan. Nee, ik zou de buurjongen niet jaloers willen maken dat hij mijn vriendin mij gaat aftrekken terwijl hij toekijkt. Ik denk dat best wel op internet kan komen. Nee, dat, ja, nee, nee! Kut! Goed zo, nee, goed zo, goed zo! Ja! Oh, je hebt het gehaald! Oh nee, je springt ernaast. Dat schaatsen was toch niet zo'n goed idee. Tuurlijk wel. Dan ga je sneller, ja, je gaat wel sneller, maar je gaat ook sneller dood, ja. Ja, maar anders red je het niet, nou, hoor. Dat laatste stuk wel. Hoe stop je weer met schaatsen? Is daar ook nog een manier voor, zeg maar? Nog een keer schudden. Oh, had het dan meteen gezegd. Of, ground pound, dat kan ook. Maar dat is weer zo achterbaks, weet je wel. Dat doe je gewoon niet. Tuurlijk wel. Een beetje jongen met een beetje fatsoen. Even kijken, wat staat ook in de meer in die girlsblad? Er staat altijd een meisje die vraagt hoe je moet vingeren. Oh, hoe werkt dat dan? Nou, is op je vingers zie je kut. Klaar. Moeilijk, hè? Weer wat geleerd. Hey. Iemand hier heeft die beide bladen niet goed gelezen. Dan zeg altijd ja, dan moet je met je vingertjes over je clitoris. Zoiets. Weet je wel. Je wordt er zelf een beetje grof van, of niet, Rick? Maar, nee, ik heb laatst heb ik de libelle even doorgebladerd. Stefan, het werkt niet! Ah, beter. Ground pounden! Yes, thanks voor de tip. Maar, ik heb laatst dus de libelle doorgebladerd. Ja? Er zijn alleen maar lekkere wijven in, joh. Zo, echt? Er zijn van die oude, rijpe, lekkere, rijpe, niet lekkere vrouwen in. Nou, in de libelle, de zomereditie die ik had gelezen... Nou, die moet je maar even via me doorsturen, via de post dan, Stefan. Ja, die had ik op mijn werk gelezen, ik weet niet welke het was. Of ik weet wel wat het was, maar... Jammer. Ik dacht dat jij hebt een abonnement, maar nee, hoor. Nee, maar ik dacht wel van zo, die mag er wel even op gaan zitten, zeg maar. Je hebt zeker je abonnement opgezegd toen je een vriendin kreeg, zo van, ah... Stefan, ik wil toch echt dat je het abonnement op de Libelle zomereditie afzegt. Ah. Oh, kom op! Kom op, ik wil toch op de hoogte blijven van de laatste modetrends. Ja, nee, maar wat ik zei, Rick, daar staan meisjes in, die mogen er bij mij op gaan zitten. Waarop, hè? Op mijn piemel.
Waarom zouden ze op je piemel gaan zitten? Dat zit toch helemaal niet lekker? Je kunt beter op een stoel gaan zitten. Je hebt gelijk, man. Sorry, hoe kan ik zo dom zijn? Hoe kon ik deze fout maken? Mieters. Ik heb er maar 5 minuutjes na. En meestal deze Galaxy afleveringen zijn vaker 20 minuten dan 15 minuten. Dus dat valt best wel mee. Hoe ik probeer ze altijd... Is er niet die ene missie die we al vet lang geleden gedaan hadden? En, heb ik hem toen niet gehaald of zo? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. The fuck? Nee, ik zit vast in het zand. Oh, ja, als nee. We hebben gedaan, schuim moet ik schudden. Heb je het goed gedaan. Hé, hey Rick, je weet, als je hem in één keer haalt... Tongzoen. Mijn handje is er niet. Ik wil die dingetjes oppakken, ja. Dankjewel. Je handje is er niet. Nou, mijn handje kan jij wel rekenen, vriendje. Ja? Is dat een goed rekenhandje? Ja. Oh nee. Hoppakee! Oh, dat werkte dus niet zo goed als verwacht. Hop. Oké, Gangnam Style. Oh, kust. Gangnam Style. Oké, daar is een beetje... Oh, ik ben een headbanger. Ik ga waarschijnlijk dood nu trouwens. dit is how I die, Stefan. Ik weet het. Hallo, iemand thuis. Hallo. Goedendag, meneer. Kom maar buiten. Lekker dan. Wist je dat er een Gangnam Style parodie is? Die heet Op een Hobbelpaard. Op een hobbelpaard? Hop. Nee, dat klinkt wel lekker. Je kan gewoon tegen hem aanspinnen, man. Echt waar? Dat zeg je nu? Ja. Hij heeft geen stekels, toch? Stefan, als ik jou toen niet had, dan was ik echt gewoon 10 minuten lang met die vent aan het rondrennen, weet je dat? Weet ik. Echt, wat goed dat je hebt voor deze serie eigenlijk. Dat zei je? Wat goed dat je hebt ingehuurd hiervoor. Ja, maar weet je, ik wil graag ook die talks, dus ik hoop gewoon dat je het in één keer haalt. Nou, oké, dank je. En als je daar rechtsboven bij je lijf, als die op 0 is, ben je dood, hè? Dat weet je ook? Nee, hè? Wat is dat? Nou, als je dus 0 hebt bij je lijf. Moet je naar het midden toe, ja, hè? Hop. Nou, dat ging goed, toch? Stel. Niet verkeerd. Oh, ik dacht al, dat we daar onderweg was. Oh, dat was een Luma! Ik heb een Hungry Luma, dus als we nu willen weten waar het secret level is, deze episode, de tweede episode van deze wereld, is een Hungry Luma. Als we nou gewoon de volgende aflevering meteen even de Hungry Luma pakken van deze wereld, dan vergeten we het niet. Wat een goed idee? Ja, dat is prima, man. Ik volg je niet helemaal, maar... Maar er is zo'n Luma, die je dan Starbase moet voeren en dan krijg je een geheime shine van dit level. Oh, kut. Oh, dit is wel heel tof, dit is wel heel tof idee, dit ding. Ik moet die puzzelstukjes pakken, alleen dat lukt me niet. Dat is zeg maar de opzet. Rick, ik kan dit. Oh nee, daar is het eentje. Oké, nou ik weet ongeveer wel waar ze zitten nu, dat is wel fijn. Je hebt al 2 overgeslagen op mijn scherm, heel goed. Ja, dat zag ik. En ligt ook nog een cool schild. Oh, ik heb er één, hoor. Doe je hebt al 3 overgeslagen. Pas maar op. Oh nee, ik mis ze allemaal. Nee. Ja, je hebt er 1. Ja, ik ga lekker nu. Op, nee, ja, kut. Babysterven. Waarom heb je het schild niet gepakt, als ik vraag mag? Nee, dat lijkt me niet handig, dan ik mis al alles. Op normale snelheid, en dan ga ik alleen maar sneller. Door het schild kan je sturen. Kan ik er tegenin, zeker? Oh, dat aan zo'n loot chest. Oh, waarschijnlijk moet je dat schild meenemen naar die chest daar. Oh, dat kan ook. Even kijken, hoor. Want als het goed is, zit er hier nog best wel een klein rondje, trouwens. Ja, precies, dan moet je die kist mee openmaken, Stefan. Joh, gek. Oh, sorry, hoor. Ja, oké, dan zie je de laatste. Ben je er klaar voor? Wat zit erin? Een puzzelstukje. Yes. Kom maar op met die tongzoen. Ik voel hem al in mijn mond naderen. Ik kan hem haast al proeven. Echt jongen, ik schuif mijn tong zo diep achter in je strot dat je stikt. Dank je. Dat zie ik als een compliment. Ik gok dat ik tegen de stroming in moet, aangezien dit level, het is altijd kut in Mario. Dat, nope. Altijd het groene pad, nee. Verkeerd. Het groene pad? Wat is dat? Oh nee. Wow, wat een geluk. Het lijkt wel alsof het lot wil dat die tongzoen plaatsvindt. Kijk dan, ik had echt al meerdere keren dood horen te zijn. Dood horen te zijn. Ook donor. Het is de donorweek. Als jullie dit kijken trouwens niet meer, maar daar gaat het even niet om. Ben jij donor, Rick? Nee. Ik zou best wel donor willen zijn, weet je. Ik ben echt totaal niet van lichaam en geest. Weet je, van mijn part halen ze mijn aderen eruit en gebruiken ze die nog een keer. Heb ik toch nog zoiets van, weet je, heb ik toch nog een keer wat nuttig gedaan in mijn leven? Nou ja, na mijn leven eigenlijk, want ik ben dood, maar... Heb je toch iets goeds gedaan, in elk geval? Ja, iets goeds, behalve van die kut YouTube-filmpjes maken. Ik verpest echt de jeugd. Mijn biologieleraar, zijn zoontje, kijkt mijn video's. En ik vind het gewoon lullig eigenlijk voor me, als je kijkt wat ik zeg in die video's. Ik zeg alleen maar piemel. Ja, maar aan de andere kant, weet je, jij maakt video's die niet aanstootgevend is. Ja, maar... En, weet je, mensen gaan nu niet... Naar een bushokje toe, hem helemaal klein slaan en dan zeg ik van ja, dat zijn Rick van Serpent Gameplay. Nee maar, kijk, weet je, die vader zit er waarschijnlijk ook vaak gewoon bij als hij video's kijkt en dan hoort hij gewoon ah, piemel, kut, seks, toch is dan 10 of zo en dan denkt die leraar ook van wat een kutkind is die Rick toch ook. Nee, kut, game over!
Serieus, Rick? Yep. Rick? Nou. Rick, wil je ophouden een noob te zijn waar ik bij ben? Sorry, Steve. En nou, volgende aflevering gaan we verder met Super Mario Galaxy. En dan gaan we dit level nog een keer proberen en dan gaan we ook even die Hungry Luma doen. Oftewel, volgende aflevering ga ik proberen de woestijn te komen. Oh, ik zit er in het hoofdmenu. Verdomme. Steven, wat zeggen we tegen de kijkers? Doei! Doei! Ha, ha. Ook het van deze. Oh, ik ben Anaka ABC natuurlijk. Als je niet weet waar die naam vandaan komt, kijk aflevering 1. En dan weet je het wel. Anaka. Tot de volgende aflevering, dikke lul! 1 like, red 1 porno iets. Kijk maar in de beschrijving of zo. Lol, 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 lol. Groetjes bij Steven thuis. We hebben het eigenlijk allemaal over gehad deze video. Geen idee. Jouw biologieleraar. Tijd gaat snel als je het leuk hebt, hè, Steven? Waarom? Eigenlijk is het niet eens mijn biologie leren, want ik heb nog nooit gehad voor biologie, maar hij loopt een beetje rond te swaggen, zo van, ik geef ook biologie, kijk maar chillen met jouw biologie lerares. Weet je wel, zoiets. Ben je nog aan het opnemen? Ja. Tot de volgende aflevering. Ga weg. Doei! Doei.